Waarom kies je voor een opleiding tot braintrainer? Omdat dat weer leven is vanuit jezelf, passioneel. Ben ik er? Ja. Braintraining heeft mij echt weer aangezet dat ik weer een vrolijk mens ben, dat ik leven weer zie en dat ik allemaal leuke dingen doe in mijn leuke leven. Ja. Oké. Braintraining heeft er voor mij voor gezorgd dat ik er een volgende stap kan maken zakelijk. Het geeft me drive, het geeft me energie. En juist de mogelijkheid om weer verder te denken dan waar ik nu sta. Voor het eerst in mijn leven, op mijn 40ste, is mijn leven in balans. En ben ik er gelukkig in. Mijn missie wel, een leuke omgeving creëren waar ik vooral mezelf en anderen inspireer en aanzet tot verandering. Toen dacht ik, oké, dat hoort er als een dakje bovenop en daar valt natuurlijk alles onder. Ja. En als ik dat dan heb gedaan, nou, dan ben ik eigenlijk best wel trots op mezelf. Ja, waar is het ook dan? Oh. Doorgaan! In les 6, wat zijn de belangrijkste dingen die het jou heeft gegeven? Nou, heel belangrijk, wat mij op dat moment heel erg aansprak, was het positieve taalgebruik. Ik merkte dat ik mezelf vaak naar beneden praatte, doordat ik negatief taalgebruik had en zei van, ik kan er echt helemaal niks van, ik snap er niks van, altijd ik. En dat maakte dat ik niet meer krachtig mezelf was. En ik merk doordat we geleerd hebben positief taalgebruik te gebruiken, dat ik veel meer mezelf in mijn kracht zet en dat ik ook veel meer bereik. Oké, goeie. Hey, en wat maakt het leuk om in zo'n braintrainergroep mee te draaien? Want we doen het 10 lessen en dan een periode van 3 maanden ongeveer, 4 maanden. Wat maakt het leuk? Nou, het maakt de eerste dag al leuk dat je merkt dat je in een groep komt met mensen die allemaal hetzelfde doel hebben, die allemaal openstaan voor beter worden, sterker worden en ook zich kwetsbaar op durven stellen. En het voelt dan ook elke week weer als een warm bad, of elke keer als ik hier terugkom als een warm bad, omdat je ziet dat je met gelijkgestemden bent. Ja, goeie. Stel nou voor dat je niet weet wat het is, hè? Braintrainen, wat zou je zeggen? Wat is braintrainen? Ja, die naam die sprak me eigenlijk in eerste instantie niet zo aan. Want ik dacht, je bent heel erg veel bezig met hersenen. En de eerste les dook ik ook gelijk in die theorie. En dacht ik van, oh, wel moeilijk. En later merkte ik dat dat wel het begin is. Omdat je een beetje weet hoe hersenen werken. Maar dat we hier vooral bezig zijn met het praktisch bezig zijn. En je hersenen te gebruiken op verschillende manieren. En dat was wat het me steeds meer aansprak dan de naam zelf. Oké, ben je blij? Ben je het gekozen? Ja, zeker ben ik blij. En ik zou eigenlijk gewoon nog wel langer door willen gaan. Misschien vind ik 10, omdat ik het zo leuk vind, zou ik gewoon nog meer en meer me erin willen verdiepen. Oké, dankjewel. Wat is het belangrijkste wat het jou geeft? Het belangrijkste dat het mij tot nu toe gegeven heeft, want de lessen zijn nog niet voorbij, Wout, is dat ik een duidelijke focus heb op wat ik wil. En daar kwam ik ook voor. En daar enorm in gemotiveerd wordt door jou en heel de groep. Want daarnaast is de groep heel gezellig en heel leerzaam. Ja, want die groep waar je in zit, hè, wat zijn er voor mensen die hier in Braintrainer deelnemen? Wat zijn nou, ik ben de enige heer. En voor de rest lopen er dames rond allemaal. Die allemaal dezelfde focus hebben, zichzelf meer willen ontplooien, verrijken, meer willen leren. En die allemaal iets hebben van ik wil verder komen met waar ik nu ben. Ja. En de basis is je hersenen, vanuit je hersenen bepaal je uiteindelijk je gedrag, je woorden, je gedrag. En
uiteindelijk levert dat een betere mens op. Dus daar ligt behoorlijk de nadruk op. Ja, goed. Ah, mooi. Hey, en waarom is het leuk om daarmee bezig te zijn met die technieken? Wat geeft dat? Nou, voor mij zijn het allemaal nieuwe technieken. Ik ben iemand die heel graag leert en het allemaal in een breder perspectief wil zien. Wat ik geleerd heb is een heel scala van voor mij nieuwe dingen. Mindmapping bijvoorbeeld, positief talengebruik. Dat was bij mij ook niet altijd even positief. Mindfulness, we krijgen nu iets van slaaptraining, dat lijkt me heel interessant. Maar de samenhang van alle losse onderdelen. En de ene, ik schiet me eentje binnen, missiebepaling, dat heeft mij heel goed gedaan. Dat heb ik met een medestudent gedaan. En daarmee weet ik nu ook wat mijn missie is. En de samenhang van alle onderdelen, dat maakt het heel sterk voor mij. En stel nou voor dat je het niet kent, het braintrainen. Ja, ja. Want heel veel mensen kennen die term niet, maar ook de technieken niet. Ja. Wat zou dan een goede reden zijn om het te doen? Je verrijkt jezelf met heel veel kennis. Wat uiteindelijk te maken heeft met je gedachtes. Op een heel breed perspectief. Dus links of rechtsom word je een rijker mens. Leert hele leuke collega's kennen. Of medestudenten. En dat brengt je verder. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.